Please pick it. Kijk, en zo zie je dat ik telkens een stukje dicht las als het ware. Dus hier kun je zien dat ik hem zo iedere keer een stukje verder dicht aan het lassen ben. Kijk, hier ga ik langzaam een bocht maken in die plaat. Stukje en dan draai ik hem af en zo, dan zit er nog een soort torsje in. Zie je? Zo. En dan weer terug. En dan weer een tikje geven. Zo. Zo. Zie je net zo lang tot hier. Langzaam. En dan weer die kant op. Net zo lang tot die bocht er een beetje in komt. Maar die moet op heel vloeiend verlopen. Zo, dan haal ik hem er eerst uit. En dan moet ik hem gaan meten of die radius goed is. En zo niet, dan moet ik er dus weer wat gaan bij. Dan moet ik weer passen op die andere delen. Kijk, dan moet ik daar naartoe. Dan moet ik hier even opleggen, kijken of ik... Kijk, zie je, hij moet nog iets verder. En die moet dan weer zo, en die weer de andere kant op. Dus dan moet ik hem nog een keer door de wals halen. Net zolang dat ik hem zo heb, dat hij gelijk wordt, want die delen moeten toch wel dezelfde bolling hebben. Dus dan moet ik iedere keer passen. Nou, de vorige tijd geleden, toen hebben we een opname gemaakt van het walsen van een paar onderdelen. En een van de nieuwe onderdelen van het structuur uit drie delen, dat ben ik hier aan het walsen. En daar ben ik nu bijna mee klaar. En we gaan zo even kijken of die daarin past ook. Bij het nieuwe beeld. Ik hoop dat ik hem nu eruit ga halen. Zo, en dan gaan we nu even naar het beeld toe kijken of die past. Nou, ik heb hier heb ik één deel staan van het object. Hier heb ik alle stukken al ingezet. Dus je ziet hier een stuk wat erin zit. De
bedoeling is dat dit straks gepolijst wordt en dan gepaffineerd. Want dat is nog weer een ander verhaal. Eerst moet ik die vormen goed bij elkaar hebben. De een die gaat onder de ander doorbuigen. Dus met z'n drieën moeten ze vanuit één punt zo omhoog gaan en dan onder elkaar doorbuigen. Wat ik nu aan het doen ben hier, is probeer ik dit stuk er weer in te krijgen. Dus wat ik hier heb ik al een stuk gemaakt. Daar heb ik eerst een kartonnen mogel gemaakt. Ik weet niet waar die maar niet is, maar... Hè, dus eerst dit stuk erin en dan moet ik weer de andere kant. Dus die moet ik nu zo gaan buigen en bijslijpen net zolang tot hij erin past. Daar kan ik zo wel even een stukje van laten zien, want dit is nog niet goed. Zie je, soms kan ik het met de hand een stuk doen. Zie je, maar dan moet ik hem gaan klemmen en dan afstand overbruggen. Dus dat is een beetje het verhaal waar we nu mee bezig zijn. Dus hier zie je het liggend deel. Hier heb ik ook al een voorkant in zitten. En hier kun je ook zien hoe de vorm loopt. Misschien kun je hem als je hem... Kijk maar eens hier, als je hem inzoomt, hoeveel afstand ik er nog moet overbruggen. Met lassen. En dan maak ik iedere keer dan sla ik een soort bruggetje en dan las ik hem verder vol. En dan zie je later niks meer van, maar het is een vloeiende vorm. En je kunt niet, omdat het 3 mm dik een bronsplaat is, kun je niet even zeggen helemaal denken, oh, als karton kan ik het zo. En anders loopt die vorm niet vloeiend meer als ik hem ga forceren. Dus dat is belangrijk. En dan zie je van die kant dat hij nog open is. En hier moet ik net zoals ik nu laat zien al die stukken nog inzetten. En dan hoop ik als de volgende keer dat jullie komen dat ik weer een stukje verder ben. En uiteindelijk hoop ik het dan buiten zien staan in de toekomst. En dan nog verder die stukken dingen wel lassen. Kijk, hier heb ik één deel om een idee te geven hoe ze later bij elkaar komen. Hier heb ik het volgende deel wat nog niet af is. Even voor de stand. En dan heb ik hier mijn kartonnen model nog. Om een idee te geven hoe ze straks met z'n drieën. Kijk, die moeten net overheen buigen, zie je wel. Alleen hier zit nog geen punt aan en dat heeft deze wel. Dus zo moet je het ongeveer gaan zien. Dat ze met z'n drieën bij elkaar komen. En dan, dat wordt de volgende stap. Dus ik heb nog heel veel werk te doen. Hè? Snap je? Slijpen, patineren, polijsten en dan het assembleren. Maar dat gaan we in de volgende fase zien. Weet je nog dat we toen die kartonnen modellen, nou eindelijk is ze nu geassembleerd. En dat was een hele kluif om die, je kunt me voorstellen, om die stand goed te krijgen. Dat ze niet zo stonden, zo. Dus hier heb ik iedere keer, hier zit die helemaal aan elkaar gelast. Er is een hele constructie hieronder. En hij is nu in de fase dat ik hem kan gaan patineren. En het patineren, dat is het kleuren van brons. En dat ga ik nu laten zien. Wel even, want hij moet goed warm gestookt worden. En dan even hier een vlammetje erbij zetten. Dat ik voldoende ruimte heb. En dan, ga ik hem dus echt goed heet stoken. Een stukje gedaan, dan ga ik even kijken of die al op de goede temperatuur is. En dan, kijk, zie je? Je ziet dat het onmiddellijk invreet, maar hier is het nog niet heet genoeg geweest, hier wel. Kijk, en die damp die eraf komt, die moet niet inademen. Vandaar dat ik een beetje zo sta, anders moet ik mijn masker op doen. En dan kan ik weer niks erbij vertellen.
Nou, dit is nu de eerste laag, maar die is nog niet goed. Ik moet straks doorbranden en nog een keer weer en net zo lang tot ik heel schilderachtig een mooie patien kan maken. Maar dan zijn jullie al lang naar huis, want dan zijn we een halve dag verder. Maar ik doe een stukje voor. Halverwege zo'n beeld is je gasfles leeg, hè? Maar ja, ik heb nog een reserve. Dus hier zie je wel hoe het ook al hier donker aan het worden is. En dan moet ik nog een paar keer eroverheen. En het spreekt alleen maar in waar het goed heet is. Maar stook je te ver door, dan verbrandt het patien weer. Het is ook nog de kunst om op tijd te stoppen. Ga ik straks op de trapje staan, want iedere keer als ik hoger moet, dan gaan mijn schouwers in je doen. Ja, dit is een deel van het proces, hè, waardoor je hem straks... En die zaal die wordt ook donker en dan moet die binnenkant nog gepolijst worden. Maar ja, dat is weer een fase verder. Ja, zo moet het laag over laag over laag en dan net zo lang tot hij helemaal. En dan moet hij afkoelen en dan ga ik hem in de was zetten. En dan is het niet naar mijn zin, dan moet ik nog een keer opnieuw gaan branden. Dus dat zijn allemaal stapjes om hoe een beeld langzaam groeit, zeg maar, naar zijn eindresultaat. Ruik je het ook of ruik hem nu wel? Kijk meteen of die goed gelast is, anders zou de lassen openknappen, ja. Door zo zoveel hitte. Maar gezien mijn ervaring weet ik wel hoe het zit. Hier mooi film worden, hè? Maar het is nog niet het film wat ik wil. Dus, een beetje schilderachtig bruin groen worden. En dat is weer een kwestie van als ik doorbrand, dan wordt hij zo donker als hier. En dan nog een laag, nog een laag, nog een laag. Net zolang tot hij naar mijn zin is. Alle twee heen. Dank je wel, hoor. Het is van de week. Oh, ja. Kijk, de vogels die beschijten dat ding zo. Zie je? Maar ja, hij staat mooi in de was, dus
kan niet helemaal tegen, maar als het heel lang erop zit, vogelpoep, dan krijg je wat lichte plekken. Vandaar moet je af en toe naar kijken. En voor de rest zal dat ding ook in de toekomst nog steeds wat anders van kleur worden. Want je ziet wel van de beelden die hier langer staan, die worden iets lichter groen. En dat vind ik zelf eigenlijk wel mooi dat het verandert. Maar goed, en als je hem één keer per jaar in de was zet en af en toe de vogelpoep eraf halen. Dus, ik ben heel blij dat je op zijn plek staat. Eindelijk, hè, na een jaar. Het is in heel veel fases gegaan. Nou ja, dat heb je gezien. Dus, ja. Er zit ook een waterafvoer in, hè. Helemaal naar onder toe. Ja, want anders blijft het vol met water staan in het midden. Ja, je moet overal aan denken. Dus ik heb weer een kind af. Er zijn een aantal portretstudies die dateren uit mijn academieperiode. Allemaal zijn ze zo'n beetje rond 1980 en 81 ontstaan. Hier zie je twee keer dezelfde kop van dezelfde persoon. In de beeldhouwtermen mag je ook kop zeggen. In de normale maatschappij niet. Houd je kop, hè. Dat zeg je niet. Maar je praat altijd als beeldhouwer over een kop als je het over een portret hebt. Ik heb deze heel bewust helemaal open geboetseerd, terwijl je toch kunt zien of het dezelfde persoon is. Daarmee heb ik aan mijn cursisten willen laten zien dat je een model op verschillende manieren kan interpreteren. En dan gaat het erom om je eigen handschrift te ontwikkelen. Net zolang tot men zegt van dat is een beeld van die, moet het wel zijn. Snap je, zo werkt het. En dat heb ik natuurlijk nu in mijn metaal ook bereikt door mijn vormgeving. Nou, dit is een van mijn eerste wandreliefs, wandplastieken. En die heb ik gemaakt uit gevonden stukken voornamelijk, die ik ook weer heb geassembleerd. Hier zie je allemaal stukken die ik zo rond heb gemaakt. Maar het geeft bijna de suggestie van dat het zou bewegen. Jean Tanguy ging daar verder in, die liet het ook echt bewegen. Ik heb het hierbij gelaten, maar ik ben heel blij dat ik uit die periode ook nog een werkstuk hier heb. Zodat we een beetje retrospectief overzien. Eindeloos veel variaties kunnen we opstellingen maken met deze elementen. Dus dat is eigenlijk het idee achter, achter deze twee verschillende vormen. Het object in het verstaan heet balans. En je ziet wat er gebeurt in het volumeverloop. En die wil ik ook heel graag in het groot maken. Thank you.
Ik heb hier een object, een voorstudie in karton. En hier zie je een aantal mogelijkheden van een soort armen, zeg maar, die een bepaalde kant op kunnen groeien. Het is echt een soort schets. En hier aan dit figuur kun je ongeveer de maat aflezen. Dus als je er zelf omheen draait, dan kun je wel zien wat er gebeurt. Een soort mensachtige, boomachtige figuur. Dan moet ik het dan in metaal helemaal uitwerken. Dat kan alleen in opdracht, hè, want het is een heel monumentaal ding, dat zie je wel aan de maat. Dus, het beeld heet La Tendresse. Hier zie je de liefdevolle buiging eigenlijk, de twee elementen die naar elkaar toe neigen. En toch zelfstandig zijn, maar onderweer samenkomen. Eigenlijk ook iets wat ik voor mezelf heel graag monumentaal wil uitvoeren. Dus het zijn allemaal voorstudies dit. Dit is een rustale versie van La Tendresse. Die staat iets meer schuin. En de bedoeling is om straks, als het eventueel monumentaal uitgevoerd wordt, dat dit het uitgangspunt is voor het sculptuur. Het zou ook een heel mooi beeld op een rotonde zijn, omdat die helemaal, je ziet al wat er gebeurt. Alleen, je kunt hem niet goed zien als hij echt groot is, dan moet je je kunnen voorstellen. Dit sculptuur heet Faucon, dat betekent valk. En het is vanuit het thematiek van dat ik met vleugels bezig ben. En daar heb ik verschillende formaten in gemaakt. Veel van mijn beelden zie je dubbelvorming, omdat ik de tussenruimte heel interessant vind. En omdat er op die manier ontstaat er ook een communicatie tussen die twee vormen. Dus het is heel bazaal, heb ik in ontmoeting genoemd. Het is, de ene is iets hoger dan de andere en die zie ik ook wel zo monumentaal. Het heet tête à tête en de vorm spreekt voor zich. Dus kijk maar eens wel goed wat er gebeurt met dit beeld. Dit is het sculptuur Ontluiken 3. Het heeft ook iets heel beschermends. Kijk maar eens naar de 3. Vormen die over elkaar heen buigen. Dit beeldje heet Do a Do en dat betekent rug aan rug. Je ziet vier een beetje abstracte vrouwvormen die rug aan rug staan. Dat is ook een van mijn recente beelden hier uit.
2002. Nou, hier hebben we de grote Falcon die hier heerlijk buiten staat in mijn tuin.